vandaag de kunst van het doedelzak spelen. Een muziekinstrument dat vooral doet denken aan Schotse regimenten. En aan mannen met rokjes. Maar het was dit weekend, het instrument de doedelzak bedoel ik, ook de ster van het Winterfolkfestival in Brussel. Hoe doen ze het? Wat zijn de trucjes van de doedelzakspeler? We vragen het aan Bart de Kok. Bart. Goedenavond. Het is een beetje een merkwaardige doedelzak dat jij hebt, hè? Ja. Want ik stel mij altijd een doedelzakspeler voor met zo'n een blaasfluitje in zijn mond, hè? Dat had jij niet nodig nu. Dat is ook de originele vorm van de doedelzak, ja. Maar die is in sommige streken verder ontwikkeld geworden. Tot een instrument met een pomp. Ja. En voor mij was het een noodzaak, want ik moest mij laten opereren aan mijn ogen. Omdat je bij het doedelzak blazen nogal veel druk op de ogen zet. Ah, ja? En dus heb ik moeten een pomp laten daarop monteren. En je ziet dus hier nog die kurk aan het instrument zitten. Ja, waar de originele inblaaspijp aan. Oorspronkelijk de pijp in zat. En die heb jij moeten vervangen door een pompje. Ja. Omdat anders jouw ogen uit je kassen zouden Je kan daar puitenogen van krijgen. Ja. Puitenogen? Echt? Ja, dat zijn enkele van die kwalen die doedelzakspelers kunnen overkomen. Laten we eens naar een aantal beelden van doedelzakspelers kijken. En jij moet mij er meer uitleg bij geven. Hè. Wij stellen ons uiteraard erbij voor, zoals jij ook bent, een man met een baard. Maar hier, ze hebben nog wel een rokje aan, maar het zijn vrouwen. Hè? Is dat open voor vrouwen, doedelzak nu? Het is zelfs erg in trek momenteel. In Galicië, in Spanje, heb je bijvoorbeeld zeer mooie vrouwen die doedelzak spelen op dit moment. En ook vroeger was het niet echt een vrouweninstrument, maar je hebt toch van die hele kleine hofdoedelzakjes gehad, musettedoedelzakken, die in de barokmuziek gebruikt werden. Vivaldi heeft er zelfs voor gecomponeerd. Rameau en al die Franse barokcomponisten. En dat kon ook bespeeld worden door vrouwen, omdat het ook met een pompje was. Je moest dus niet dat boertige gebaar van de geblaas maken. Ja, dat boertige gebaar laten we daar eens naar kijken. In het leger zien we hier, die zien we dat blazen. Hoeveel moet je eigenlijk blazen? Dat is toch vrij hard hoor. Zeker een Schotse doedelzak, die hebben dus drie van die bronpijpen. Ja. En hoe meer van die pijpen, hoe meer lucht dat die verliest. Hm. Dus dan moet je er echt zeer hard op blazen. Ik heb één keer op een Schotse doedelzak geblazen en ik viel bijna omver. Van het In Edinburgh, blazen. Ja, van het harde blazen. Ja. Dat is echt zeer hard. Nu, er zijn ook jonge spelers en ik denk dat ze die instrumenten wel een beetje lichter afregelen. Misschien dat ze hem voor mij extra hard gezet, dat is ook mogelijk. Ja. En deze man is al een militair en hier zien we nog militairen met een doedelzak. Hè. Hoe komt dat? In Schotland is het een militair instrument geworden, bij ons nooit. Nee. Bij ons was dat echt een dansinstrument hier. En is het om de vijand tot lachen te bewegen? Ik denk eerder dat het afschrikwekkend is. Ja, precies. Nee, maar echt waar, een echt militair instrument, want je kan dat toch niet. Ze hebben toch nooit een doedelzakregiment een oorlog ingestuurd? Toch wel. In de Eerste Wereldoorlog waren er bij de Schotse regimenten doedelzakspelers mee. Ik weet niet of ze de Duitse rechten hebben kunnen wegjagen, maar ze hebben toch geprobeerd. Hoe lang moet je daar eigenlijk op oefenen voor je een beetje deftig op te Wij hebben daar zeer lang over moeten doen, omdat de doedelzak ooit uitgestorven was als instrument. De laatste spelers hier in ons land, die hebben rond 1920 geleefd. En ze hebben die maar voor alle zekerheid samen met een instrument begraven. Echt? Echt waar, hè? Dus er waren geen doedelzakken meer. Herders en praktisch alle doedelzakken waren weg. Het waren geen waardevolle instrumenten op zich om te bewaren in het museum. Dus ze stopten niet meer in dat graf en daar waren ze van beiden voorgoed vanaf. Ja. En het is dan eigenlijk in de jaren 50 geweest dat een kunstschilder het interesse voor de schilderij van Pieter Breugel die instrumenten is gaan reconstrueren. Eerst met dia's op de muur te projecteren en die maten te nemen, maar de binnenkant weet je dus nooit. Nee. En je weet dus niet hoe het instrument echt geklonken heeft. En er zijn wel nog twee of drie doedelzakken bewaard gebleven in het museum in Brussel. Maar dat is een beetje een ander type uit henen gehouden. En wie heeft dat gemaakt? Dit is een mix, zou ik kunnen zeggen, want ik heb zowat van verschillende bouwers verschillende delen gebruikt. Dus het belangrijkste deel voor de klank is hier de schalmei. Ja. Daar zit zo'n rietje op, zoals bij een hobo.
En dat is gemaakt door iemand uit Sleidingen bij Gent. Die maakt ook Ierse doedelzakken. Vandaar dat er ook een paar Ierse snufjes op staan. Die kleppen, die staan normaal niet op de originele doedelzakken. Daardoor heb je meer mogelijkheden. Dan de bourdonpijp die het gebrom geeft. Die is gemaakt door Herman de Wit van het Klikske samen met de zak zelf. Een zak in kalfsleder. Want dat mag niet uitgerokken zijn, anders dan lekt dat helemaal. En dat kalfsleder, is dat belangrijk? Dat het kalfsleder is? Je zegt juist dat het niet kan... het mag niet uitgerokken zijn. Ja, als de koe drachtig geweest is, dan is dat leer zodanig uitgerokken dat al de lucht erdoor gaat. En dan moet je daar allerlei spullen in gieten. Vroeger was dat bier en honing. Eten en drinken tegelijk. Dat was een goed excuus voor ons. Wij mochten dus altijd drinken, want dat was nodig voor die zak en voor dat riet. Hè. Maar nu met die pomp is dat niet meer nodig. Dat is eigenlijk wel spijtig. Hè. Daar zat bier en honing in. Bier en honing. En die kwam er ook geregeld uit. Vooral in de herfst. Hè. Dan, een vriend van mij speelde met een wit hemd aan en heel dat hemd zag bruin. En tot overmaat van ramp kwamen al de wespen er ook nog op af. Hè. Op die honing. Ja, wat heb je dan? Hè? Je sprak daar net over puitenogen. Zijn er nog andere typische doedelzakkwalen? Zeker en vast. Je hebt ook de typische doedelzaklong. Dat heeft ook te maken met dat bier dat je erin blaast en die whisky. Dat vormt een soort schimmel in die zak. Dat kan dus in je longen overgaan. Dat was niet zo prettig. En bouwers die doen daarom in die mix, om dat te dichten, doen ze ook aspirines om die schimmels te bestrijden eigenlijk. Maar ik zeg, met die pomp heb je daar dus eigenlijk helemaal geen last meer van. Ja. En doofheid? Doedelzakdoofheid is ook bekend bij spelers. Het schijnt dus, hebben ze gemeten bij de Schotse doedelzak, dat dat een geluidsniveau van 115 decibels per waar kan je dat mee vergelijken, want 115 decibels? Dat is ongeveer tussen een drillboor en een opstijgende straaljager. Naast je oor? Ja, vlak naast je oor. Hoe is het met jouw gehoor? Ik denk soms niet zo goed, want mijn vrouw zaagt als het te luid klinkt. Goed, Bart, je gaat straks ook nog een nummer spelen met de laatste showband. Maar ik ga nu eerst verder praten met Bart Welles. Bedankt, Bart de Kok.